Michiel van der Pol is een Tilburgse striptekenaar die al verschillende strips en prijzen op zijn naam heeft staan. Hij maakte stripjes voor verschillende kranten en publiceerde een aantal graphic novels. We spraken af bij hem thuis om met hem te praten over zijn leven als striptekenaar. Waar komt die passie voor jou vandaan? Wanneer begon dat? Oh, dat begon al heel lang geleden, denk ik, toen ik mijn eerste Suskus en Wiskus las. En waarbij iedereen een beetje begonnen is, denk ik, Asterix en Obelix en dat soort werk. Daarna ben ik me wel veel later weer gaan interesseren voor heel andersoortige strips, autobiografische strips uit Amerika en Canada. Ja, toen ik dat eenmaal zag, zeg maar, heb ik dat aangegrepen om, toen mijn oudste zoon geboren werd, om dat proces van hem, hoe hij zich ontwikkelde en zo, om dat vast te leggen in een soort van stripdagboek. En dat is dan weer geëvolueerd naar een soort van autobiografische aanpak die echt alleen maar over mijzelf ging, zeg maar. Maar toch wil je ze ook niet allemaal autobiografisch noemen, terwijl er wel heel veel aspecten van jouw leven, van jouw persoonlijke leven, in terugkomen. Ja, klopt. Dat is vooral met die langere verhalen het geval, zeg maar. Toen merkte ik al vrij snel, als je alleen maar opschrijft wat er echt gebeurd is, dat het dan vrij snel saai wordt. Dus je moet het wel zo, je eigen leven wel zo omvormen en vertellen, dat het ook interessant wordt voor een ander, zeg maar. En daar zit wel een zekere ontwikkeling in de boeken die ik gemaakt heb, zeg maar, dat er steeds meer fictie bij komt, zeg maar. Dat ik denk van, nou, het is niet echt zo gebeurd, maar het zou voor het verhaal veel interessanter zijn als er nu dit en dat zou gebeuren. Ik was na, terug naar Johan Scherpschutters, wel een beetje uitgepraat over mijn eigen jeugd, zeg maar. Dus dat speelde mee. Maar ook gewoon wat ik net al vertelde, dat ik merkte dat het gewoon, dat je gewoon veel meer vrijheid hebt als je voor fictie kiest. En fictie, dat lijkt dan ook zo van, ja, je hebt het totaal verzonnen, maar als je, zeg maar, fictie vertelt vaak meer over een persoon, wat hij verzint, dan als je gewoon letterlijk opschrijft wat er echt gebeurd is, zeg maar. Dat is mijn idee. Ja, over de persoon, de striptekenaar. Ja, ja. Omdat je gewoon helemaal geen restricties meer hebt, zeg maar, van, oh, het moet wel echt gebeurd zijn en zo. Nee, je gooit alles open en wat je dan vertelt zegt vaak veel meer over die persoon als dat je, zeg maar, jezelf zo beperkt daarin. En wat die thema's dan precies zijn, daar moet je dan ook niet te veel mee bezig zijn, denk ik. Je moet het gewoon maken en dan heb je een boek gemaakt en dan na een paar jaar lees je misschien een keer terug en denk je, oh ja, nou, dat ging daar en daar over. Maar dan moet je, zeg maar, tijdens het maken ook niet te veel bij stilstaan, denk ik. Ja, want er zijn een aantal thema's die regelmatig terugkeren in jouw stripverhalen. Onder andere de relatie met je vader. En die vader die heeft ook altijd wel een opmerkelijke eigenschap. Is dat dan ook gebaseerd op je echte leven? Of zijn dat dan weer dingen die ook een beetje fictief zijn? Nee, mijn vader, ik gebruik, zeg maar, de karakters die in mijn boeken voorkomen, zijn meestal een soort van samenraapsel van verschillende mensen die ik wel echt ken, zeg maar. Dus de vaderfiguur in het boek Scherpschutters is wel redelijk gebaseerd op mijn eigen vader. Maar bijvoorbeeld de vliegtuigspotter in het boek Spotters is echt is ook wel gebaseerd op een echt persoon, maar daar voeg ik dan toch ook wel eigenschappen van andere mensen bij, zeg maar. En dat doe ik omdat het omdat ze daardoor wel echte mensen worden of zo. Je hebt mensen die maken avonturenstrips bijvoorbeeld, of gagstrips, en dat is gewoon een heel ander genre, zeg maar. En ik weet ook niet of er heel veel diepgang in zit, maar ik vind het wel heel belangrijk dat de karakters die erin zitten, dat die echt leven, zeg maar. En dat het verhaal ook echt tot leven komt of zo. Dat vind ik wel heel belangrijk. Denk je dat het ondergewaardeerd wordt, dat het niet bekend genoeg is? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat heel veel mensen heel veel mooie dingen missen, zeg maar. Hoe dat precies op te lossen is, weet ik ook niet. Want het zijn vaak inderdaad boeken die je dan in de winkel aantreft en mensen kennen dat gewoon niet. Vaak heeft het niet in de krant gestaan of in een tijdschrift. En dan
is het voor mensen toch een beetje eng of zo. Maar er worden heel veel mooie dingen gemaakt, ja. Hoe moet ik dat stripwereldje in Nederland eigenlijk zien? Is het heel geconcentreerd of is het echt... Ja, het is wel een vrij klein wereldje, zeg maar. In principe komen ze overal vandaan, Amsterdam, Arnhem. Maar als je op een stripbeurs komt bijvoorbeeld, hè, dus waar de stripboeken verkocht worden, dan kent iedereen elkaar eigenlijk wel. Dus dat wereldje is op zich heel klein. Maar ik verdien mijn geld voornamelijk met werk in opdracht. En dan is het wel heel belangrijk om een soort netwerk te hebben. Dan heb ik gelukkig een agent die dat een beetje, zeg maar, mij uit handen heeft genomen. Maar via die agent, die heeft een enorm netwerk met allemaal klanten links en rechts. Dus indirect is dat voor mij natuurlijk ook superbelangrijk. Ja, want dat werk in opdracht, dat heb je echt nodig. Je kunt niet leven van je boeken. Nee. Dus ja, je krijgt een royalty afrekening één keer per jaar en dan kun je dan... Ja, een weekendje naar België als je geluk hebt, zeg maar. Maar je kunt er niet van leven. Dus daar moet je echt wel in opdracht voor werken, ja. Vind je dat jammer of vind je Nee, dat vind ik heel leuk juist, want het geeft juist een hele prettige afwisseling, zeg maar. En met dat werk in opdracht kan ik dus eigenlijk... Want er gaat ook heel veel uren in zitten natuurlijk in het maken van zo'n boek. En die uren kan ik dan financieren met dingen die ik dan in opdracht doe. Zo moet je het een beetje zien. Ben je nog bezig met een concreet nieuw boek? Of... Ja, over een vrouw die haar genot najaagt. Lijkt me wel een mooi thema. Dus daar ben ik mee bezig. En dat wordt een boek, een dik boek met heel veel kleine plaatjes per pagina.